Nou, de aanpak van de criminaliteit in de ruimste zin des woords. Ja, opvoeren van de controlewerkzaamheden. De verkeerscriminaliteit aanpakken, doen van invallen. Harddrugs, locaties waarvan we weten. Of toevallig is aan te nemen dat er activiteiten, criminele activiteiten worden ontplooit. Al die zaken worden aangepakt. Van belang is dat het veiligheidsgevoel terug moet dringen. Ja, terug moet komen. En we geven terug, althans dat is ook de corbis van de politie. En alle zaken rondende de criminaliteit. Ja, van eenvoudig tot overschrijdende criminaliteit wordt aangepakt. Oké. Laatst vond zich een inval plaats aan de Hoge Straat. Wat hebben jullie daar allemaal gevonden? Wat zijn de in beslag genomen goederen? Oké, over het algemeen en ook op die locatie is het al lang bekend, de Hoge Straat, naar uitgewerkte informatie, dat er drugs wordt verhandeld en andere zaken zich daarvoor doen die mogelijkerwijs een strafbaar feit kunnen opleveren. Nou, de politie heeft ingespeeld en er is drugs, zijn wapens in beslag genomen, niet alleen die dag. Maar al geruime tijd is de politie actief bezig en er zijn verschillende drugssoorten en hoeveelheden in beslag genomen. Ook wapens zijn in beslag genomen. Oké. En is de politie wel voorzien van PPE's, dus Personal Protective Equipment? Ik zou niet gelijk daarop antwoord kunnen geven omdat ik die informatie niet bij de hand heb. Belangrijk is met de middelen die er nu beschikbaar zijn, treedt de politie op. Ja, de middelen die nu aanwezig zijn, daarmee worden de operaties uitgevoerd. Ik heb namelijk in een video gezien dat er heel wat goederen zijn in beslag zijn genomen, waaronder geld, drugs, verschillende munteenheden als ik het goed heb. Maar ik zag geen... Ik zag geen mondkappen en ik zag ook geen handschoenen. Misschien moet dat sterk onder de loep worden genomen met betrekking tot het gezondheidsaspect. En misschien moet dat ook een eye-opener zijn. Ik zal dan even terugkoppelen met de legende om de zaken ook in acht te nemen. We weten allemaal dat wij de COVID-maatregelen in acht moeten nemen. Ik zal dat even terugkoppelen. Het kan zijn dat op dat moment die zaken niet in acht of in pleet zijn, maar ik zal het toch even aan de orde stellen, zodat het vervolgens bijvoorbeeld tegenstelt worden. En hoeveel aanhoudingen zijn er voor dit jaar? Nou, er zijn tal van aanhoudingen. We gaan richting de 300. Ja, zover ik mij kan heugen. Het kan meer zijn. De laatste update is dat wij totaal 300 aanhoudingen. Ja, dan praten we overal. We hebben denken alleen Paramaribo ruim bekeken. Ja, ongeveer 300 aanhoudingen. En als we praten over aanhoudingen, dan praten we ook gelijk dat voorgeleidingen plaatsvinden. Want het doel van aanhouden is voorgeleiden. En dan kan het zo zijn dat de verdachten in verzekering zijn gesteld. Nagenoeg zijn de meeste verdachten in verzekering gesteld. En de overige nabij procesverband zijn wordt ingezonden. Oké. Bij onze eerste vraag hebben we gesproken over de focuspunten. De criminaliteit is ook gestegen. En hoe zal er dan geopereerd worden tijdens jullie acties? De strategieën en de invalshoeken van de politie worden niet prijsgegeven. In ieder geval werkt de politie met voortvarendheid in samenwerking met de overige, de externe actoren. Ik denk aan het Nationaal Leger, ik denk aan de inlichtingendiensten. Ja, de politie werkt continu. Ja, en de politie werkt met man en macht om de criminaliteit aan te pakken. We kunnen geen inval zoeken, we kunnen onze strategieën niet prijsgeven, omdat wij ook weten dat criminelen, maar ook belanghebbenden in de criminele sfeer ook bezig zijn om de handelingen van de politie op de voet te volgen. Dus we geven nooit strategieën prijs. Belangrijk is dat de politie zeker terug zal veranderen. Oké. Heeft u verder nog iets additioneels toe te voegen aan dit interview? Nou, wat wij nog tot slot kunnen meegeven is dat de samenleving gehoor geeft aan de bevelen van de politie. Anderzijds vragen wij ook de medewerking van de samenleving,
Wij kunnen het niet alleen. De politie, de aanpak van de criminaliteit behoeft op integraal niveau. Dat wil zeggen, alle koppen bij elkaar steken. De man van de straat, de veiligheid, de sociale controle opvoeren. We hebben ieder nodig. En natuurlijk ben ik weer het signaal naar de mensen, de criminelen die gewend zijn bij de politie. Meld je aan, zo zal je wel vroeg of laat tegen de lamp oplopen.